Het instellen van een mangroveninstituut kan helpen de mangroven te herstellen en te monitoren. Om dat te kunnen bereiken is er materieel nodig, zoals drones met verschillende sensoren, om te zien waar het goed of slecht gaat met de mangroven. Hydroloog professor Sunat Naipaal gaf gisteren tijdens de nieuwjaarsborrel van de Shata een presentatie over de olie- en gassector als stimulans voor duurzame toerismeontwikkeling, fantasie of werkelijkheid, waarbij onder meer naar voren kwam dat de mangroven en de mangroven-ecosystemen nu al onder druk staan. Mangroven-ecosystemen zijn verbonden aan alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, zegt Naipaal. Van armoede tot samenwerking. Want mangroven gaat over meer dan 100 landen wereldwijd. Dus we kunnen goed samenwerken, we moeten goed van elkaar leren. En last but not least, u heeft het ook gezien, wat de waarde is van koolstofvastlegging van mangroven in de bodem. Ik heb niet gesproken over wat boven staat, maar in de bodem. 1300 ton is niet hier. En als je weet wat de kosten is van 1 ton, dan kunt u best een makkelijke calculatie maken hoeveel geld we daar hebben. Dus er is nog veel te halen van ons mangroven-ecosysteem dat we nog niet doen. En ik denk dat we dat geld hebben, maar het moet blijven zoveel mogelijk hier om daarvan gebruik te kunnen maken, omdat de dienst en goederen wordt gebruikt. Naipaal heeft als boodschap voor de toerisme sector dat de zorg voor de mangroven hoog gehouden moet worden. Ook ondersteund moet worden. Want als dat wegvalt, dan is het hele keten weggevallen. Want mensen gaan vooral naar Nikiri, niet om de Nikiri-rijstvelden te zien, maar direct naar Bigipan. Sommige mensen hebben het nu een keer niet goed gezien, ze gaan direct naar Bigipan. Ze verblijven daar, ze vertoeven daar voor een dag of zo, of zelfs één dag, en ze komen weer terug. Het is belangrijk voor hun dat ze op een wetland zijn, tegelijkertijd heel veel van natuur kunnen gebruiken en zien. Dus als dat wegvalt, dan gaat ook mensen weinig naar Nikiri. En de families die daar zijn, die zullen maar dan op een andere manier moeten gaan leven. Misschien wat om, ja, het gaat allemaal armoede omhoog gooien. Dus behoud van mangroven is doelstelling nummer 2, omhoog krikken van armoede. Mangroven-ecosystemen in Suriname hebben diverse voordelen. Naast de voorziening van parwahoning en de goede bodem voor landbouwactiviteiten vindt er ook verschoning van het zeewater plaats. Aan dit alles kan er waarde worden gegeven, aldus professor Naipaal.